het onthullen van de waarheid, het bij dossiers blijven die door anderen misschien alweer worden vergeten. De publieke functie van de journalistiek in het algemeen hoor, want daar zijn journalisten voor. Alleen onderzoeksjournalisten hebben iets meer tijd om het grondiger te doen. Inderdaad, de tijd die je moet investeren. Het is nieuws dat nooit vanzelf naar je toe komt. En al die gratis dingen die jij op internet gratis kunt krijgen, die dat je in de handen wordt gestopt als je in de bus gaat, dat zijn dingen. Het is nieuws dat op je afkomt. Het is goedkoop verzameld en dat is op dat moment misschien belangrijk, maar het spitwerk kost altijd geld. Het karakter van de journalist, de aanhoudendheid, maar ook het omgaan met je bronnen, zelf ook zelf voor kritiek, netwerken zoeken. Het zijn meer de geavanceerde vaardigheden die je als journalist sowieso opdoet. En die je inzet voor dat onderzoeksjournalistieke vak. Het is gewoon journalistiek punt 3, zeg maar. Nee, het leuke is dat ik alleen maar op dit moment, maar het kan korte tijd zijn dat ik op dit moment alleen maar zie dat door de crisis kranten en andere media veel meer moeten bewijzen waar ze goed in zijn, wat hen onderscheidt van anderen. En dat ze daarom ineens onderzoeksjournalistiek beginnen te ontdekken als van hé, dat kunnen wij wel. Dat is niet gratis weggokken, weggeefjournalistiek. Het is iets waar we ons mee kunnen profileren. Waarom zouden mensen ons product kopen? Nou, omdat wij dat bieden wat anderen niet bieden. Voilà, onderzoeksjournalistiek.